Op het Willem van Oranje College te Wijk en Aalburg wordt hard gewerkt aan de bouw van een Sint-Eelskif met een wel heel bijzonder doel. Op 30 mei roeit men namelijk naar de plaats Altena in Duitsland en weer terug met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor EduKans, die dan op hun beurt weer kinderen in kansarme landen kunnen helpen om ook een vak te kunnen leren. De roeitrainingen zijn ook reeds gestart in samenwerking met de watersportvereniging Woudrichem. Het vergt de nodige training en uithoudingsvermogen om deze tocht te kunnen gaan maken. Afgelopen maandag was een spannende dag voor de bouwers. Toen werd de boot namelijk gedraaid om verder afgebouwd te kunnen worden.